Yo, what's up, gasten? Skillman met hier. Vandaag de volgende episode, online Soccer Manager, episode nummer 7 alweer. We gaan heel lekker met VfB FB Stuttgart. Gisteren hebben we helaas verloren. Maar kijken of we vandaag beter kunnen doen. Ik vink deze even uit, dan gaan we niet direct naar het scorebord toe. En we kijken, we zien dat we 4-0 hebben gewonnen, maar liefst van uh, Wolfsburg. Keihard revenge dus op de verliespartij van vorige keer. Gibson, Gentner en twee keer Roberto Firmino hebben gescoord. En dat brengt ons naar de volgende positie in de tussenstand. We staan vierde ondertussen. Met zes punten uit drie wedstrijden dan. Wat hebben we vandaag allemaal op de planning staan? Nou, ik heb al een klein deel gedaan. We gaan training natuurlijk weer instellen. We kijken naar het stadion, want die is klaar. We kijken even naar de sponsors, hoe dat ermee staat. En we gaan natuurlijk uh, vooruitblikken op de volgende speeldag. Wat geen wedstrijd is, dus er zijn een aantal speciale dingen. Maar eerst, de stadion aannemer is klaar met het stadion. Wat gaan we doen? We gaan uh, dit keer meer zitplaatsen maken. Meer zitplaatsen betekent een betere inkomst. En dit duurt vijf wedstrijden. Dus dat gaat nog even duren. Kunnen we gelijk de trainingen aanpassen? Die heb ik al ingesteld. Zoals je ziet. Moritz Leitner en Luke Shaw staan nu te trainen. En uh, de afgelopen keren allemaal perfecte trainingssessions. Allemaal plus twee. Uh, kijken we eventjes naar het team. Dan zien we dat Maxim nog steeds voor twee wedstrijden geschorst is. Naar dat opstootje met de scheidsrechter. Waardoor hij een kopstoot had uitgedeeld. En verder staan er dus een aantal spelers in die we uh, nu niet trainen. Dat komt pas. Uh, later. En ik train nu Leitner om um, iets omhoog te krijgen, want hij is nu 81-1 en dat kan natuurlijk hoger. Verder zien we dat we uh, Ibisevich nog steeds in de spits hebben. Die heeft één keer gescoord als ik naar de opstelling ga. De opstelling ziet er nu zo uit. Uh, dat gaan we natuurlijk aanpassen morgen aangezien we dan Luc Schade weer in kunnen zetten en natuurlijk Moritz Leitner weer gaat spelen. Helenius mag nog steeds niet trainen aangezien Werner nog steeds uh, mijn training is. En Capino gaat nu weer trainen. En dat heeft hij vorige keer dus ook uitstekend gedaan. Kijken we even naar de sponsors. Dan zien we dat alle sponsors nog goed zijn en nog actief zijn. Kijken we naar het financiële overzicht. Dan zien we dat we aankomende uh, ronde 1,1 miljoen krijgen voor geen wedstrijd te spelen. Dat is natuurlijk lekker even cash. Even naar de transferlijst. Wat is er allemaal gebeurd vandaag? Dan zien we dat we eigenlijk niet heel veel veranderingen hebben. Op de transferlijst vandaag. Uh, alle teams die schijnen een beetje leeg te zijn. Deulen Feu staat er wel op. Uh, aanvaller van 20 algemeen. Hebben wij natuurlijk helemaal uh, niets aan momenteel. Even kijken naar wat we in het team nog wel kunnen gebruiken. Dat zou eventueel nog een middenvelder of een verdediger zijn. Verder, ja, weet ik het nog niet. Ik denk dat we weer voor die verdediging gaan. En dan een jonge verdediger in plaats van Boca. Want we hebben nu wel vier spelers die in de plek van Boca kunnen staan. Dat gaat goed. Maar we moeten nog een jonge speler erbij hebben die we kunnen trainen. Als ik nu kijk op de transferlijst naar de verdedigers zien we dat we wel een 31-jarige Arbeloa erop hebben staan, die 20-jarige Postman dan. Maar verder eigenlijk ook helemaal niets. Dus we moeten dus eventjes weer geld verzamelen. om een nieuwe verdediger te kunnen kopen. Dat is voor ons dan zeer nuttig. Uh, ik ga dan kijken of ik misschien wat kan regelen. met uh, als ik Boca verkoop. hoeveel ik dan krijg. Dat zou ongeveer 6,5 miljoen zijn. plus die 3 miljoen die we hebben. dat zou 9,5 à 10 miljoen zijn. Daar moeten we toch een goede verdediger nog bij kunnen kopen. zou je denken. Uh, verder, Flago Dimos. die traint nu voorlopig dus nog eventjes niet. omdat we Capino natuurlijk hebben. Uh, dat gebeurt pas uh, wanneer traint Flago Dimos. als Capino op de goal staat. Het klinkt steeds alsof ik Scapino zeg hè. Heb jij dat ook dat je dat denkt? Nou laat het eventjes weten in de reacties. De volgende wedstrijd is er dus niet en aangezien de volgende wedstrijd niet zo is kunnen wij dus even gebruik maken van de opstelling om de spelers te trainen. Waar we nu mee bezig zijn met Moritz Leitner ondertussen. Uh, kijken we nog even één ding rond en dat is uh, de uitslagen van de afgelopen keer. Zien we Bayern 3-0 gewonnen, Borussia Dortmund 4-0 gewonnen, BMG 2-1 van Augsburg, Eintracht Frankfurt 1-0 tegen Haasvaal, Hertha 3-1 tegen Bayer Leverkusen, 1-0 winst voor Freiburg, de computer tegen Hoffenheim, Schalke wint uh, niet en speelt gelijk tegen Eintracht, Braunschweig... Werder Bremen verliest 1-0 van Mainz en wij winnen dan met 4-0 van Wolfsburg. Kijk we in de wedstrijd zien we dat we 14 doelpogingen maar liefst hebben gehad, 11 corners en dat we 70% balbezit hebben gehad. Wolfsburg totaal overlopen dus. Beste man van het veld Roberto Firmino met 2 goals dus en ik kan je vertellen hij heeft een heerlijke wedstrijd gespeeld. Dit is de tussenstand en hier laat ik hem bij. Ik zie jou morgen weer terug voor een nieuwe episode. Ik zie je later.